Er is veel voor te zeggen om je baby na de geboorte dicht bij je te dragen. Je baby kan je dan voelen, horen, ruiken en zien en hij voelt je bewegingen. En dat geeft je baby een veilig gevoel. Soms zijn draagsystemen zelfs aan te bevelen. Bijvoorbeeld als je een kindje hebt dat veel huilt of zich overstrekt. Ook voor jezelf biedt een draagsysteem voordelen. Je kunt heel discreet borstvoeding geven. Inspelen op de behoeften van je kind. En heel belangrijk, je hebt je handen vrij. Je kunt kiezen uit draagdoeken, buikdragers, heupdragers en rugdragers. Draagdoeken zijn vaak lange, smalle doeken die soms wat knooptechnieken vragen. De een is wat gemakkelijker dan de ander. In een draagdoek kan je je kind vanaf dag 1 dragen. Kies je voor een buikdrager, dan is het belangrijk te wachten totdat je kindje zijn hoofdje rechtop kan houden. Afhankelijk van het model is dat variërend tussen de 6 en de 12 weken. Belangrijk om te weten is dat je kindje altijd in een spreidzit moet zitten, waarbij de knietjes hoger zitten dan de billetjes. We noemen dat de zogenaamde kikkerhouding. En tot slot nog een belangrijke tip. Draag je kindje nooit onder een gesloten jas, want hij moet altijd vrij kunnen ademen.